Gast, maar je bent echt een fucking debiel, ja. Q&A met Alex. Hallo. Let's go. Ik ga die raam toevoegen. Die raam. Yo. Dus we doen een Q&A met Alex. Ik ben bij Alex. Ja, nice. Zieke belichting, alles. Ja. Yeah. Dat is mijn MacBook voor het eerst, ja. Niet van hem, maar van mij. Dus we hebben even last minute. Echt last minute, is echt een minuut geleden. Nog gevraagd aan jullie wat, ja, welke vragen we moeten beantwoorden. En ook eigenlijk welke video we moeten maken. Maar ja, oké. Dus, ja, we hebben vragen gesteld. Het is normaal voor een Q&A dat je vragen stelt. Mijn vader komt naar boven. Fucking krok. Ik heb het echt zien. Oké, holy shit. We hebben, we hebben 62 reacties. In 1 minuut, dude. Dit is de lekkerste fan van heel de wereld. No shit. No. Eerste vraag, waarom is Ace dit geen fan ambassador? Zeg jij maar. Staat het erbij, ja. Zeg het. Zeg jij dat er niet in doen? Dat is geen vraag, maar zeg het toch. Als jij dat erin gaat doen, ben jij de dikste schmee. Vraag 1. Ben je ooit van de trap gevallen? Dat zie je dan niet, ja. Hey, ik ben nog nooit echt van de trap gevallen. Maar, dit is trap. En de drop is gevallen, dus eigenlijk ben ik nu van de trap gevallen. Fuck. Ik kreeg een foto van een dude die op een feestje zit, maar de dude die zat is. What the fuck? Ja, dat mijn wel dat ik hem bestellen. Oh ja, like en Alex kan alles in de beschrijving, dus. En op mijn t-shirt. Heeft een t-shirt. Ja, zelf gedrukt. Waarom heb je zoveel stijl? Die heeft echt geen stijl. Eet je wel een overdatum kaas? Stop deze Q&A nu. Ik moet stoppen met de Q&A van Alex. Praat weer daar. Maar ik stop niet. Moet ik stoppen? Nee, maar je praat daar. Nee, niet hoor. Niet typisch. Als jij één druppel op mijn mek en je krijgt... Is dat niet op? Hoe zou je heten als je een meisje was? Normaal, als jongen, ging ik Storm noemen. En als ik een meisje was, dan ging ik Camille noemen. Ik zou sowieso een fucking lekkere meisje zijn, mijn fucking dikke tet. De volgende vraag is van Davy. Dat is Davy van Enzo. De volgende vraag is van Davy. Alles goed? Alles is wel goed, want als deze video online staat, is die 24 uur stream al geweest. Ja, nee, die komt gewoon morgen misschien online. Als je een beetje... Ah ja? Oké. Nee, ik ga... Nee. Ja, alles is goed, want... Mand, ja, ik heb mijn scuff controller terug, dus alles is goed. Hoeveel keer heb je daarmee gehooid? Ik hoor gewoon dat er iets kapot in is. Fucking hell. Nee, ik moet morgen werken, sorry. Waar werk? Waar werk? Tracking. In de capsalon. Ah, maar ze kan haar knippen. Ik heb een foto mee van hoe dat wil. Ja, wanneer? Ja. Nee, het moet echt geknipt worden. Het is toch een plukje nu. Wel. Nu mijn haar. Valt toch niet? Het is een vogelnest. En vannacht? De volgende vraag is van Nele, waar zie je jezelf in 10 jaar? Of ik ben dood, of ik ben verslaafd aan drugs, of ik lig langs straat omdat ik geen diploma heb, of ik ben een succesvolle zakenman in New York. Of welke van de vier? Ja, oké, waarschijnlijk op straat of zo. Waarschijnlijk op straat. Ja, ja. Stel je moest kiezen, school en geen YouTube, of YouTube maar geen school. Dat is eigenlijk een diepe vraag, want over zo'n dingen moet je niet nadenken, want je moet nooit echt die keuze maken. Maar als ik zou moeten kiezen, zou ik wel gaan voor school en geen YouTube. Doe het, als je geen school hebt, dan zit je zo heel die dagen thuis, dat al je vrienden op school zitten en dan doe je eigenlijk de helft van de dag niet. Maar Ryan zijn moeder krijgt een flik, dus dat moet hij echt weten. Ryan zijn moeder? Je moet dat weten. Is dit ben je maagd? Ja, ik heb nog geen seks gehad, eerlijk. Ik ben de eerste YouTuber die daar eerlijk op is en niet die stomme horoscoopgrap maakt. Huh, ik ben kreef. Volgende vraag is wanneer stopt deze video? Deze video stopt nu, want Alex is beu en ik moet stil zijn. En als jullie meer Q&A's op mijn kanaal willen, dan zeker een like. Alex, wat vind jij ervan? Ja, sub maar op mij. Alex channel staat in de beschrijving. Nu voor de thumbnail naast me staan. Dus ik zou zeggen, vonden jullie de video leuk, dan zeker even een duimpje omhoog. Ik ben Acid, check zijn kanaal zeker. Like de video, deel de video, like. En ik ben Acid en ik zou zeggen, like en... Oké, ja. Yeah.